ben Dirk-Jan Kortschot, ben 42 jaar en nou, jullie zijn bij de hoedemaker. Ik ben in 1992 afgestudeerd aan de Kunstacademie in Kampen. En nou ja, kun je nagaan, bijna 20 jaar maak ik al hoeden. Ik heb niet 20 jaar voortdurend hoeden gemaakt, want ik heb ook andere werkzaamheden gehad. Ik heb bijvoorbeeld bij een bank gewerkt. Anderhalf jaar geleden werd ik daar ontslagen in verband met de recessie. En op dat moment dacht ik van ja, maar nu ga ik gewoon alsnog weer fulltime met hoeden aan de slag. Dus sinds de anderhalf jaar werk ik fulltime met hoeden. Mijn meeste inspiratie komt uit eigen vouwsels. Van kinds af aan vouw ik al met hele kleine papiertjes. Dan moet je voorstellen een suikerzakje of een heel klein vouwblaadje. Aan het vouwen, een klein muizentrapje. Al die kleine vormen die ik heb, die bewaar ik ook. Maar als ik dan denk van nou, dat ga ik van maken, dan maak ik hem eerst groter, ongeveer dit formaat. En omdat je papier vouwt, kan je dat ook soms bewegen. Nou, dat zijn allemaal mijn inspiratiebronnen voor de hoeden die ik maak. En naast die vouwsels die ik maak, haal ik ook inspiratie uit heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld hoe een bloemknop in elkaar zit. Of gebouwen, of ik zie iets op televisie, of ik sta onder de douche. Het beste moment om goede ideeën te krijgen is onder de douche staan. En op een gegeven moment, oh, dan ben je helemaal niks aan het denken. En dan denk je, op een gegeven moment, oh, zo ga ik die hoed maken. Nou, de hoeden die je hier ziet staan, dat zijn 9 zwarte hoeden. En ze zijn bijna allemaal hetzelfde. Ik heb een half jaar geleden, vlak voordat ik de winkel begon, heb ik contact gezocht met een oud-docent van mij, Ruud Peters. Hij is na Kampen, waar ik op school gezeten is naar de Rietveld gegaan, heeft hij lessen gegeven, vervolgens naar Stockholm. Is hij een paar jaar lang professor geweest. En daarna is hij naar Florence toe gegaan. Daar geeft hij nu les, op een school waar ze edelsmeden krijgen en sieraden maken. Ik zocht dus contact met hem en of hij nog mensen uit de designwereld zou kennen. En of ik daar dan misschien werk zou voor kunnen tonen in de winkel. Hij zegt van, ik ben een beetje uit de designwereld, maar ik heb een tegenvoorstel. Dirk-Jan, als jij nou 1 zwarte hoed maakt, die geef je aan mij mee. Dan neem ik die mee naar Florence en dan ga ik daar een workshop mee maken, of meedoen, met de studenten. En dan gaan zij 9 hoedenspelden maken. Wat vind je daarvan? Nou, super plan. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb 1 hoed gemaakt, aan hem meegegeven. En vervolgens zijn er 9 hoedenspelden gemaakt. En die heb ik afgelopen zaterdag met de opening van de Nacht van de Mode hebben we ook hier de tentoonstelling geopend. Dus hier 9 zwarte hoeden met 9 hele mooie bijzondere hoedenspelden. Nou, het hele proces van dat ze de workshop hebben gehad en dat ze tot een eindresultaat zijn gekomen heb ik eigenlijk alleen maar via de mail heb ik vernomen dat er erg mooie dingen werden gemaakt. Maar verder helemaal niks gezien. En pas afgelopen zaterdagochtend is 1 meisje, 1 student, Jade, is vanuit Milaan hier naartoe gekomen. En met vliegtuig en vanuit Düsseldorf is ze naar Nijmegen gegaan en nou, uiteindelijk was ze hier. En hier heeft ze op de tafel heeft ze alles 1 voor 1 uitgepakt. En nou ja, hier zie je het resultaat van alle verschillende hoedenspelden. Ja, ze zijn allemaal heel erg verschillend en bij sommigen zou je kunnen denken van nou ja, wat is het nu? Maar als je ook wel de verhalen erachter hoort, want er zit dan een soort ontwerpproces achter, dan is het wel heel bijzonder om te horen van hey, hoe dat allemaal tot stand komt. Misschien heb je die ene gezien met die centimeter. En dat is een meisje uit Taiwan en die doet alles heel erg mathematisch en die rekent bijvoorbeeld uit van als ze, want ik zei net, ze zit in Florence. Zij zit in Florence, maar hoe ver haar familie van haar vandaan is. En dan gaat ze dan allemaal in centimeters, gaat ze dat dan weer omzetten. Dus ze werkt met wiskundige dingen en centimeters en meetlinten en daar maakt ze kleine kunstwerkjes van. En als je dat weet, dan krijgt die hoed een heel ander verhaal dan als je alleen maar dat ding ziet. In Engeland heb je ieder jaar de Head Designer of the Year. Nou, dit jaar is de Head Designer of the Year 2011. Ik heb er 2 keer eerder mee gedaan. Een paar jaar geleden, de eerste keer, zat ik bij de laatste 6. Nou, dat was gelijk misschien een lucky shot, maar ik heb nog een keer meegedaan. Toen was ik nummer 3. Ik denk van, nou, 3 keer scheepsrecht, dus ik doe dit jaar voor de 3e keer mee. En ik ben in ieder geval bij de eerste 12 zit ik nu al, dus ik ben geselecteerd. Wat houdt het in? Je moet in 3 categorieën moet je hoeden ontwerpen. Dus iedere categorie 2 hoeden bedenken. En dat mag je alleen maar op een A4 tekenen. Dus wat je doet, je stuurt 6 A4'tjes stuur je in met daar op je hoeden. Nou, dat doen heel veel mensen en dit jaar waren er meer dan 100. En daar worden dan eerst de eerste 12 uit geselecteerd. Dus ik zit in ieder geval bij de laatste 12. Nou, uit iedere 3 categorieën moet je 1 hoed maken. Die ga ik nu maken en die moet ik voor eind juni moet ik dan insturen. En daar vallen weer 6 mensen vanaf, gaan 6 mensen door en die moeten de andere 3 hoeden maken. Dus er blijven 6 mensen over met 6 hoeden. En daar kiezen ze dan de Head Designer of the Year uit.
nou, keer bij de laatste zes, keer derde. En misschien dit jaar dat we hem gaan winnen. Maar dat is nog even afwachten, dus dat weet ik nog niet.